Meneer Elfrink, u gaat naar Den Haag om te werken voor een SP Tweede Kamerlid. Wat voor functie is dat precies? Ja, ik ga Jasper van Dijk ondersteunen. Dat ga ik 4 dagen in de week doen. En daarnaast blijf ik natuurlijk raadslid hier in Arnhem. Dat vind ik heel belangrijk. Dus dat was een hele mooie combinatie van functies. Dus het kwam goed uit. En ik ga Jasper ondersteunen bij asiel, vluchtelingen. Dat soort onderwerpen. Helpen met debatten voorbereiden. En dat soort dingen allemaal. Dus. Houdt u genoeg tijd over voor raadswerk in Arnhem? Ja, zeker wel. Natuurlijk. Ja, dat is ook belangrijk. Dat weten ze ook. Woensdagavond is hier de gemeenteraad. Dus dan ben ik in Arnhem. En ik kan in de trein ook heel veel dingen doen. Ik zal veel in de trein ook reizen. Maar tegenwoordig kun je heel goed werken in de trein. Dus dat ga ik doen. Kunt u ook de combinatie maken van Den Haag en Arnhem? Dus dingen die u daar leert voor je werk in de raad in Arnhem inzetten? Ja, natuurlijk werkt veel kanten op. Ik ben nu ook als raadslid ook veel op straat. Dus daar haal ik ook heel veel informatie vandaan. Bijvoorbeeld, ja, heel belangrijk onderwerp op dit moment, het behoud van de poli in Zuid. Dus daar ben ik ook veel voor de straat op geweest om met mensen te praten. Maar als je in Den Haag zit, dan hoor je ook heel gauw wat de ontwikkelingen daar zijn en wat er op de gemeente afkomt. Dus het is ook voor mijn raadswerk weer nuttig. Ja, het is gewoon voor mij een hele fijne combinatie. Bent u de onderknuppel van het Tweede Kamerlid? Ja, zo zou je het kunnen zeggen, inderdaad. En Jasper van Dijk is heel ervaren, kan veel van hem leren. Maar hij is wel degene die het bepaalt natuurlijk. Hij is het Kamerlid. Maar dat vind ik alleen maar heel erg leuk. Ik bedoel, hier in Arnhem ben ik de fractievoorzitter. En dan vind ik het juist wel fijn om daarnaast ook iets te doen waarin ik iemand anders juist ondersteun. Dus mooi. Dat was een... Hoe heet het Tweede Kamerlid ook alweer? Jasper van Dijk. Ja. Wat is Jasper van Dijk voor persoon en wat is zijn portefeuille precies? Ja, hij doet van alles, maar ik ga hem helpen bij asiel en vluchtelingen. Maar hij is ook met sociale zaken, houdt hij zich bezig. Ja, hij is een heel ervaren Kamerlid en hij is scherp en nuchter. En wat dat betreft kijk ik ernaar uit om met hem te gaan samenwerken. Gaan we een andere Gerry Elfrink in de raad zien? Nee, ik ben eigenlijk al gewoon wie ik ben. Ik hou ervan om gewoon het eerlijke verhaal te vertellen en daar direct in te zijn. En de dingen die gezegd moeten worden, moeten gewoon gezegd worden. En dat zal ik ook gewoon blijven doen natuurlijk. Ja, uiteraard. Daar kan iedereen op rekenen.